De regering is vandaag in de Nationale Assemblee ingegaan op vele vragen van de volksvertegenwoordigers over de investeringsmaatschappij New Surfin NV. Zowel leden van de oppositie als de coalitie hebben aangehaald dat de oprichting van deze staats-NV niet is opgenomen in het regeerakkoord. Ook merken ze op dat er eenzijdig invulling is gegeven aan vormen van de Raad van Surfin. Rabin Permisser, fractieleider van de NDP, zegt dat uit de oprichtingsakte blijkt dat het gaat om een privébedrijf. Het is opgericht door de heer Ajodhya, Nederlander. Tot directeur is benoemd de heer Palat Singh, Nederlander. De heer Achaiber Singh, president-commissaris. En de heren Ramdin en Bajalala als commissarissen. Via u, voorzitter, heer president. Uw ministers zitten in een privéonderneming als president, commissaris en commissaris. Volgens onder meer de wet op jaarrekening 2017 en de anticorruptiewet is dit verboden en strafbaar gesteld. Vice-president Ronnie Brunswijk deelt mee dat de Raad van Ministers wel is geïnformeerd over de plannen om geld binnen te brengen. Echter is er volgens hem niet begrepen dat het ging om New Surfin NV. Dus dat is alleen die verwarring die is ontstaan, dat wij niet hebben begrepen dat het gaat over surfing. Ja, dat moet duidelijk zijn. We hebben niet gesproken over surfing, maar wel heeft de minister in zoveel woorden gezegd van we kan fresh kapitaal binnen moeten brengen, maar hoe dat zou geschieden, heeft ons niet gezegd. Ja, dus toen NV Surfin opgericht moest worden, waren wij niet op de hoogte daarvan. Ja? Maar de idee dat een surfing of een vehicle moest komen, daarvoor hadden we wel gehoord. De minister heeft ons daarover verteld. Maar belangrijk is inderdaad wat de president heeft gezegd, wanneer mensen in de samenleving bijvoorbeeld een verwarring willen brengen om te zeggen van alleen maar Hindustanen dit, dat moeten we niet hebben. We zijn Surinamers en al ben je een Maron of ben je een Javaan, ik weet niet wat je bent, maar in ieder geval, we zijn allemaal Surinamers. Ja? Niemand kan tussen ons komen om ons te verdelen. Dat gaan we niet accepteren. En de president heeft het duidelijk hier gezegd en ik zeg het nogmaals hier, dat wij optrekken als eenheid. Vice-president Ronnie Brunswijk vandaag in de Nationale Assemblee bij de bespreking van de investeringsmaatschappij New Surfin NV. De vergadering in DNA is nu nog gaande.